Goedemiddag, goedenavond wanneer u dit ook maar beluistert. Dit is Kononia Live met een uitzending over de Bijbelbespreking. En we zijn nog steeds bezig met de Romeinenbrief. En we bespreken vandaag Romeinen 15, vers 14 tot en met 21. En dan zitten we in het gedeelte waarin Paulus nog een paar laatste opmerkingen maakt over zijn apostolaat. Nog wat groeten doorgeeft. Dat loopt zo door tot in hoofdstuk 16. Maar het leerstellige en praktische gedeelte van de brief is nu ten einde. Dat wil echter niet zeggen dat we niet nog heel veel kunnen leren, juist van deze praktische zaken die nu aan de orde komen. We zullen kijken naar wat Paulus zegt over de juiste invulling van het predikantschap. Wat is de vereiste voor een prediker van het Evangelie? We zullen kijken naar de complimenten die hij geeft aan de gemeente van Rome. Daar begint hij zo direct mee. En uh, we kijken uiteraard weer naar het Grieks, want dat is toch de basis van uh, alles wat we doen. Dat is de Griekse tekst. Dus zodra ik eerst de analyse van de Griekse tekst. We beginnen te lezen in vers 14: Pepeis mei de, mu, Kai autos ego, Hoti kai autoi mestoi este paces gnoseos, du namenoi, kai allelus Ik ben immers overtuigd, ik ben verzekerd. Mijn broeders, Paulus spreekt ze aan als Adelphoi. ook ik zelf, maar, mijn broeders, ik ben ook zelf overtuigd. Lastig, eh. Um, Zinnetje, die sterke nadruk op zijn eigen overtuiging, heeft waarschijnlijk tot doel om te laten merken dat de kritiek die hij geeft op de gemeente van Rome natuurlijk niet helemaal vernietigend is. Nee, ook zij zelf zijn eh, vervuld van goedheid. Peple Romanopacis Gnosios en vervuld met alle kennis. Mestoi is dus het eerste woord voor vol zijn en uh, mestos dat uh, woord is een beetje anders dan uh, pepleromenoi. Pepleromenoi is dat je vervuld bent geraakt van buitenaf en mestos zegt alleen maar dat je als het ware van binnen helemaal vol bent. Dus dit is meer een constatering. Uh, van hun toestand. En dit geeft er ook een beetje aan dat dat allemaal van buiten gekomen is. Die kennis is natuurlijk van buiten gekomen. Dat ook jullie zelf vol zijn van agathosunes. van goedheid en vervuld van alle kennis. En machtig, dat is het derde wat uh, hij zegt, en machtig ook elkaar notentejn. Noetentein wil zeggen vermanen, letterlijk de geest. Of het verstand plaatsen of stellen. Dus iemand waarschuwen of iemand adviseren. Dat is de kracht van dat noetentuin. Vers 15. Tolmerotoron de Egrapsa Humin, Apomerus, hos epenamim neiskon humans, diatengarin en garin, ten do mooi, hypotu. Deu. Tol des deste uh, 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 hoe zeg je dat, uh, ernstiger, stoutelijk in een statenvertaling, hè, dus uh, met des te meer moed. Heb ik jullie geschreven Egrapsa humin Adelfoy broeders. Um, Apomerus, gedeeltelijk, dus enigszins he, gedeeltelijk, uh, geschreven met een grote uh, moed of vrijmoedigheid. <kugst> <kugst> um, om u daarmee, uh, Epanamimnijskoon, uh, om u daarmee weer in herinnering te roepen. Epanamemnescoen moet ik zeggen. Ja, dus anamemnaisco is in herinnering roepen. En epanemnaisco. Is om u weer helemaal indachtig te maken um, met accusatiefus humaas als object. garin, dus vanwege de genade die mij gegeven is van die domi e san participium. Die mij door God gegeven is. Dus Paulus doet een beroep op de genade van God als de oorzaak. dat hij op deze strenge, vermanende toon tot ze geschreven heeft. Niet streng vermanend per se, maar laten we zeggen. met een zekere moed en vrijmoedigheid. Vers 16: Eisto einai me. leturgon Christou jez hu eista etne. Hierurguntato etne. Euangelion tu teu, hinagenetai he prosfora ton et non, eupros he hegiasmene en pneumati hagioi. Eisto einame op dat ik zou zijn, leiturgon, een dienaar, pas op met deze vertaling, want dit woordje leiturgos is niet hetzelfde als doulos, slaaf of dienaar, maar dit is een voorganger. Iemand die dus voorop gaat in de lofzang. Uh, Priesterlijke voorganger. Dus eigenlijk staat hier dat. Paulus meent hiermee een priester van Jezus Christus te zijn. Eis staat het na ten behoeve van de heidenen. Niet onder de heidenen. Want eis is in de richting van en niet in. Dus. Um, voor de heidenen. Hier, Urgunta. Dus als. Um, Bedienaar van iets, maar dan zie je dat hier Ros hierin hier zitten, dat is tempel. Uh, hier Joguntha is dus een priesterlijke bediening, om het evangelie priesterlijk te bedienen. opdat de offerande... de prosphora van de heidenen, het offer van de heidenen. hier zijn die heidenen de inhoud van dat offer. niet degene die het offer geven dus, maar degene die in dat offer worden gegeven. Um, Eupros dektos, dat betekent aanvaardbaar, plezierig of welkom, opdat het offer van de heilende um, aangenaam zou zijn, hegiasmene van hagiadzo, geheiligd in de heilige geest, of door de heilige geest. Empenemati hagioi, in de heilige geest, kan dus betekenen door of in. Dat is trouwens wel belangrijk als we het hebben over bidden en penarmati um, hagioi, want dat betekent dus dat je toelaat dat de heilige geest door je bidt. Um, voor sommigen is dat een aanwijzing om te zeggen dat dat dan gepaard gaat met onuitsprekelijke, wil zeggen onverstaanbare woorden, maar dat is echt volstrekt niet de bedoeling. Het is in de kracht van de heilige geest. Vers 17... Ego un ten caugesin en Christo Jesu, ta pros ton theon. Zo heb ik dus, un, de gevolgtrekking, zo heb ik dus caugesis, en caugesis is roem, een reden van roemen, een oorzaak om uh, trots te zijn. Zo heb ik dan reden om trots te zijn, roem in Christus Jezus, in de kracht van Christus Jezus dus. Wat betreft een accusatieve respect is, komt niet zoveel voor. Maar staat er dan toch maar weer mooi? Uh, in die dingen die God aangaan. Ta uh, prosteion in de dingen die God aangaan. Daar heeft Hij roem, maar uitsluitend in Christus Jezus. Vers 18. En niet uit zichzelf. Daar zullen we straks in de interpretatie nog op ingaan. Um, 18. Ugar tomer so tilalijn. Hoon. U katergasato Christos dieemu es en et non. Logoi, kai, ergoi. Prachtig vers. Um, want ik zou niet durven. -me so, Een cognitieve aoristus van tolmao wagen. Daar zit datzelfde woord dus van vrijmoedig zijn in dat we eerder gevonden hebben. Ik zou het niet durven wagen te spreken. La -lijn, iets. Uh, om iets te zeggen, um, zijnde wat niet gewerkt is, catergatsomai, dat niet gewerkt is, uh, wat Christus niet gewerkt heeft, moet ik zeggen, niet passief natuurlijk, maar mediaal, wat Christus niet gewerkt heeft, dus catergatsomai is de uh, oorspronkelijke uitdrukking, dat Christus niet. Ja, je zou mediaal kunnen zeggen dat Christus niet voor zichzelf gewerkt heeft, door mij met als doel tot de gehoorzaamheid van de volkeren in uh, woord en werk. Dat woord en werk slaat dus op dat um, gewerkt zijn door Christus. Christus heeft in Hem gewerkt, zowel met woord als met werk. Vers 19. En Dunamai semeion kai teraton. En dunamai, pneumatos uh, theu, hoste me apo Jerusalem, kai kukloi megritu illuriku, uh, peplerokenai to Evangelion to Christu. In de kracht van Semeion tekenen Kai Teratoon wonderen, meestal inderdaad tekenen voor Semeia. Semeion is een teken. En een theratos eh, ja, is eigenlijk ook een teken of een wonder. Dat wordt niet zo strak van elkaar onderscheiden. Eh, dus de apostolische tekenen en wonderen zijn door eh, Christus gewerkt in hem. En in de kracht van de Heilige Geest. Hè, dus de Heilige Geest die dat in hem gewerkt heeft. Hij heeft het nooit over tekenen en wonderen die zomaar door alle gelovigen worden gedaan maar altijd over de specifieke tekenen van een apostel. Zo, dat zullen we zien in 2 Korinthe 12. Hooste zodat ik, eh, zodat me plus infinitivus, zodat ik vanaf Jeruzalem en kuklooi rondom tot aan Megri plus genitivus, tot aan Illyricum toe, het evangelie van Christus pe plerokenai, vervuld heb van plaroro. Plero o. Um, en dan de infinitiefs van het perfectum. Ook daar komen we straks in het commentaar nog op terug. Vers 20 Hutoos de philotimumenon euangelicestai uch hopu onomaste Christos ina me et allotrion temelion oikodomo Misschien uh, moeten we daar stoppen in de vertaling. Nou ja, 21 nog erbij. Alla kathos ge maar zoals geschreven staat. Hoys ook anengele peri autu op zontai. Kai hoi ook a koasi en suzin. Zullen we die twee versen maar even samen nemen? Um, zo, en zo begeerig ben geweest. Om te verkondigen, nou, de goede boodschap te verkondigen in één woord. Euangelit uh, Sestai. Uh, niet waar. Onomaste genoemd werd, de naam genoemd werd. onomazzo en dan hier onomazzo mai, passieve vorm. Waar, waar niet genoemd werd. Christus, hè, waar de naam van Christus niet genoemd werd. Euh, zodat ik niet. Op Alotrion temerion op een fundament van een ander, op een ander fundament zou bouwen. Dus hij wilde steeds overal de eerste zijn en niet hoeven te corrigeren wat er door anderen al gedaan was. Alla katorske kraptuin. maar zoals geschreven staat. Hois aan hen, ook aan enkele, aan wie het niet was, aangekondigd of geboodschap uh, over hem dus aan degenen die over hem niet geboodschapt waren, opzontai, um, die zullen het zien. Futurum van Horao uh, gaat heel vreemd met opzontai, opzomai. Kai hoi ook ake koasi, maar zij die het niet gehoord hebben, sene die zullen het verstaan. Dat is vers 14 tot en met 21 in het Grieks. Oké, okay, dat was de Griekse tekst. Zat er niet echt veel bijzonderheden of problemen in? Gaan we nu kijken naar de interpretatie van vers 14 tot en met 21. Paulus begint dit laatste gedeelte van zijn brief met enkele mededelingen over zijn bediening. En dat is vers 14 tot en met 21, waar we nu zijn. Zijn plannen voor de toekomst in vers 22 tot en met 33. Hij wilde naar Spanje via Rome. Hij geeft nog enkele persoonlijke groeten door, dat is hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 24, en eindigt dan met een zegen, vers 25 tot en met 27. Het valt op dat Paulus hier een verdediging moet geven van zijn bediening, omdat hij deze brief heeft geschreven aan een gemeente die hij niet heeft gesticht en nooit heeft bezocht. Paulus kende wel enkele christenen in Rome, maar niet de hele gemeente. Dat maakt het bijzonder opvallend dat hij het aandurft om te spreken over de sterken en de zwakken, de sterke en de gevoelige gelovigen in de sectie hiervoor. Nu laat hij vooral zijn persoonlijke gevoelens zien. Al aan het begin van de brief had hij erover gesproken dat hij hoopte dat er een wederzijdse bemoediging zou zijn. Daarom wilde hij naar Rome. Elk van hen bemoedigd door het geloof van de ander. En die reis naar Rome kondigt hij nu ook aan. Kijken we eerst naar vers 14 tot en met 16 en dat zouden we kunnen doen onder het kopje Paulus als een partner in het geloof. Dus deze drie versen. In de HSV luidde die als volgt, nu ben ik ervan overtuigd mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele, dat is dat Apomerus, op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen wel gevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Het is waar dat Paulus deze brief geschreven heeft vanuit zijn volledige apostolische gezag. Maar hij wilde niet verbergen dat hij dezelfde persoonlijke behoeften en beperkingen had die alle christenen hebben. Daarom spreekt Paulus hier zijn lezers aan met de uitdrukking: Mijn broeders. Wat niet alleen aanduidt dat hij en de gelovigen in Rome één zijn wat betreft de oorsprong van hun behoud. Maar dat hij de gelovigen in Rome ook als volwassen gelovigen zag. Daarom gebruikt hij niet de term kinderen, zoals Johannes dat vaak doet in zijn brieven. Al aan het begin van zijn brief heeft hij God gedankt voor het geloof van de gemeente in Rome dat over de hele wereld verkondigd werd. In hoofdstuk 1, vers 8. Tussen haakjes, dat is dus niet in het algemeen het evangelie dat over de hele wereld verkondigd werd, maar juist de manier waarop dat evangelie. In Rome was ontvangen. Nou, dan komen we bij de bijzondere lofprijzing die Paulus uitspreekt over de gemeente in Rome. En dat is met name in vers 14. In de eerste plaats de goedheid. Dat wil zeggen hun sterke morele karakter en manier van leven wordt hier geprezen. Nu is alle deugd en vrucht van de Heilige Geest, zoals Paulus duidelijk maakt. In Gelaten 5, vers 22 en 23. Maar de Geest werkt niet als autonome macht die onze menselijke vrijheid geheel en al opzij zet. De Geest van God kan alleen vrucht dragen in het leven van gelovigen die als wijnranken verbonden zijn met de wijnstok, of met andere woorden die zich onderwerpen aan Gods wil en macht. Zeker was de gemeente van Rome niet volmaakt, maar ze waren zeker ook niet geestelijk dood. Door hun morele goedheid gaf de gemeente het overtuigende bewijs van zijn geestelijke eh, transformatie. Zij verrichten de goede werken waarin alle gelovigen moeten wandelen en die God van tevoren bereid heeft, zoals Efeze 2 vers 10 dat zegt. In de tweede plaats eh, complimenteert Paulus de gemeente in Rome, omdat ze vervuld zijn met alle kennis. Zij hadden een diepe kennis van de waarheid van God in het Evangelie van Jezus Christus. Zij hadden de gezonde, dat wil zeggen de gezondmakende leer. De goedheid van die gemeente en de kennis van het Evangelie blijken nu met elkaar samen te hangen. De gemeente in Rome kende God en zijn waarheid, en zij onderwierp zich in de kracht van de geest aan de wil van God om een heilig leven te leiden. Elke gelovige heeft de mogelijkheid deze goedheid en deze kennis te bereiken, omdat de geest in elke gelovige woont. Het is de geest die wil onderwijzen, maar ook wil reinigen of, of heilig maken. Dan in de derde plaats, en dan wil hij even niet meewerken, in de derde plaats complimenteert Paulus de gelovige in Rome. Ook met de vaardigheid om elkaar te vermanen. De vermaning hoeft dus niet alleen maar bij Paulus vandaan te komen. Dat zou ondenkbaar zijn als zij niet zelf over die morele goedheid zouden beschikken. Anderen onderwijzen in zaken waarin je zelf faalt is hypocriet. Het zou ook niet lukken wanneer zij onvoldoende kennis zouden hebben van de waarheid van het Evangelie. Het vermogen om te vermanen berust dus op de waarachtigheid van de vermaner die ook doet wat hij in zijn vermaning zegt maar ook op zijn inzicht in de waarheid dus de eerste twee de goedheid van de gemeente en de kennis van de gemeente zijn de fundering van het derde dat men elkaar wil vermanen de Griekse uitdrukking voor vermanen dat noetethein betekent zoiets als bemoedigen of waarschuwen en raadgeven en het is wat wij in onze tijd counseling zouden noemen. En dat gaat erbij niet om een speciale gave van vermanen, maar over een plicht en verantwoordelijkheid die elke gelovige heeft om zijn broeders en zusters in Christus te bemoedigen. Als het inzicht in Gods woord ontbreekt, is dat onmogelijk. Hoeveel seculiere kennis van psychotherapie iemand ook zou kunnen hebben, in de hedendaagse praktische theologie. Wordt men al te vaak een beroep gedaan op seculiere vaardigheden, zonder dat Gods Woord ook maar enige rol speelt, of Gods Woord wordt gebruikt ter ondersteuning van seculiere inzichten in de werking van onze psyche. Paulus denkt daar dus overduidelijk anders over. Dan komt hij met een persoonlijke toelichting en dat is in vers 15. Daar moeten we dan nu even naar kijken. Paulus geeft in vers 15 toe dat hij buitengewoon vrijmoedig en openhartig met de gemeente in Rome gesproken heeft. Paulus heeft immers een genade ontvangen, dus een opdracht en een vermogen om de gemeente te mogen vermanen. Het was niet zijn bedoeling om de gemeente te beleren in de veronderstelling dat ze dat allemaal niet zouden weten. Hij wilde ze dat indachtig maken. Epanamemnijskoon is dat mooie Griekse woord om dat duidelijk te maken. Het onderwijs dat Paulus geeft vanaf hoofdstuk 12 is voor hen niet nieuw geweest, maar is een herinnering aan wat ze al wisten. Juist omdat de gemeente van Rome geestelijk sterk was en over de gave van inzicht beschikte, kon hij op deze manier tot ze spreken. De genade die aan hem gegeven is, dat is dus niet de reddende genade van God. Maar de genade van zijn apostolaat. Opdracht en vermogen om dat apostolaat te kunnen uitvoeren. Dus de genade om, zijn, eh, om het woord met gezag te mogen verkondigen. Paulus is immers wat hij is door de genade van God, zoals 1 Corinthe 15 dat zegt. Paulus vergelijkt nu hier zijn eh, bediening. Met dat van een priester. Dat woord dienaar is Leiturgos en dat bedienen is van het werkwoord, werkwoord Leiturgo. Dat is een priesterlijk voorgaan op bedienen. Hij vergelijkt het tot geloof komen van de heidenen met een offer aan God. En dat is een offer dat hij heeft mogen brengen als priester om tegenover God aanvaardbaar te zijn. De vervulling van zijn apostolaat lijkt dus op het brengen van een offer aan God. In dit geval van een grote groep heidenen die door de geest waren geheiligd en dus nu aanvaardbaar waren in de ogen van God. En dat mag je best algemeen maken. Elke gelovige die iemand wint voor Christus, kan die bekering presenteren als een priesterlijke gave aan de Heer. Dan gaan we naar het volgende gedeelte. Paulus als prediker van het Evangelie. Even nog een opmerking tussendoor, en dat is deze. Er zijn nogal wat mensen die de praktische uitspraken van Paulus toch ongeveer naast zich neerleggen. En denken dat dat alleen maar een historisch belang heeft, dat het iets zegt over hoe Paulus als apostel is opgetreden. Maar het is een heel belangrijk, ook rabbijns begrip, dat je aan het gedrag van de voorgangers iets belangrijks kunt afleiden. Uh, we vinden dat in Hebreeën 13, meen ik, hè, uh, dat je de voorgangers in het geloof moet navolgen. En we vinden dat in de rabbijnse literatuur voortdurend de derech eretz, oftewel de uh, natuurlijke wijze van handelen van een voorganger van een rabbijn, is wel degelijk iets dat je je moet aantrekken als een toegang tot uh, wat je zou moeten doen. Ik denk dat dat... Niet helemaal opgaat voor predikanten. Predikanten hebben toch wat dat betreft een afwijkende positie tegenover het Nieuwe Testament. Ongetwijfeld zullen er zijn voor wie dat wel geldt. Eh, dat ook hun gedrag en hun geloof in die zin kan worden nagevolgd. Dat is in ieder geval iets om naar te streven. Een opdracht aan predikanten om het zo zuiver mogelijk te doen. Waarlijk geen geringe opgave. Maar dat geldt in ieder geval voor een apostel, die zaakgelasterde van Jezus, dat hij genade heeft ontvangen buiten de leer en het evangelie, om, om ook in zijn persoonlijk leven iets zichtbaar te maken van de wil van God en de wil van Christus. De praktische aanwijzingen dus hier over die reis naar Spanje en de wijze waarop hij tegenover de gemeente in Rome staat, is wel degelijk voorbeeldig. Het is voorbeeldig vanwege de complimenten die hij die gemeente geeft. Ondanks alles waar, dat, waar uh, die gemeente toch ook in faalt. Uh, door zijn houding, uh, wat hij zegt over roemen in Christus en niet roemen in zichzelf. Heel belangrijk onderscheid dat hij daardoor maakt. Je mag het evangelie dat jou is toevertrouwd op geen enkele wijze verminderen. Uh, maar dat wil dus niet zeggen dat je bescheiden moet spreken. Want jij bent dat evangelie niet. Dat draait niet om jou. En die neiging hebben we nogal om de boodschap te verminderen, omdat we zelf niet onbescheiden willen overkomen. Dat is een postmoderne ziekte. En in de derde plaats dat eh, er toch ook iets zit wat alleen maar aan Paulus toekomt en aan zijn tijd toekomt, en waar, me, waar we alleen maar indirect wat van kunnen leren. En wanneer hij zegt dat het gaat om een bevestiging. Van zijn bediening door God met tekenen en wonderen. dan kunnen we wel dat idee vasthouden van die mogelijke bevestiging. maar juist weer niet dat dat met tekenen en wonderen gepaard zou moeten gaan. Dat is een te directe overgang. waarin we het verschil tussen de rol van de apostel. en de rol van evangelisten, herders en leraars in de huidige tijd. uit het oog verliezen. Er is een enorm onderscheid van die twee. Dat hoort bij de Amstheologie en niet per se in de uitleg van deze tekst thuis. Daar kunnen we een andere keer nog over spreken. Maar dit moet me nog even van het hart. Ook de praktische aanwijzingen die Paulus geeft, zoals hier in de Romeinen 15 vanaf vers 14, hebben toch een rechtstreekse betekenis voor ons. Ook dat is Gods woord. Komen we nu bij vers 17 tot en met 19, die verse luiden in de HSV als volgt. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft om de heilende tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het Evangelie van Christus vervuld. We vinden in dit gedeelte een aantal kenmerken van de ware prediker van het Evangelie. In de eerste plaats, het eerste kenmerk van een waarachtige prediker van het Evangelie is dat hij zijn roem uitsluitend zoekt in Christus. Paulus was alleen een priester in een figuurlijke zin, maar hij was een prediker van het evangelie in letterlijke zin. Hij kon niet anders dan een dienaar zijn van het woord, zoals 2 Corinthe 5, vers 14 dat duidelijk maakt. De moeite waard om eventjes naar te kijken. In 2 Corinthe 5 en dan vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is het uitgangspunt steeds bij Paulus. De kracht van Christus is wat hij eh, als basis heeft, hè, wat in hem werkt. En ik dacht dat het 1 Korinthe 9 was. Ik zal even kijken of dat klopt. Anders is het 2 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. En dan eh, vers 16. Ja. Ehm. Um, want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. Hè. De plicht en de opdracht is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Als het gaat om zijn prediking kan Paulus dus zowel nederig als vrijmoedig zijn. Want alle zogenaamde prestaties van Paulus zijn niets anders dan het werk van Christus in en door hem heen. Hij kan niet anders doen dan het evangelie verkondigen. En dat strekt hem dus niet tot roem. Want hij moet wel, hij kan niet anders, en eh, alles wat hij daarin doet en eh, meemaakt, dat is gave en genade van de Heere zelf. Dat betekent echter ook dat Paulus geen recht heeft om eh, te ontkennen of eh, te verminderen of om nederig te spreken over datgene wat immers niet door hem maar door Christus tot stand was gebracht. Paulus roemt dus wel, maar roemt in Christus Jezus. Hij eist geen eer op voor wat hij als post apostel bereikt heeft. Maar als het toch geroemd kan worden, dan zou Paulus het liefste roemen in zijn zwakte. Dat wil zeggen in het openbaar hoog opgeven juist van zijn onvermogen, om daardoor de kracht van Christus des te sterker in hem te laten werken en te laten uitkomen dat het die kracht is die in hem werkt. Als wij er geen twijfel aan laten bestaan tegenover anderen en tegenover onszelf dat wij niets kunnen zonder Christus, dan bevorderen wij dat Christus in ons werken zal. Het heeft ook helemaal geen zin om tegenover de wereld te benadrukken dat eh, wij eigenlijk toch wijs of eigenlijk toch sterk of eigenlijk toch net zijn zoals zij. Het enige dat we daarmee bereiken is dat we in de ogen van de wereld nog steeds tekortschieten als gelovigen. Maar dat we tegelijkertijd afstand doen van de mogelijkheid dat de kracht van Christus in ons werkt. Dus juist tegenover de wereld is het noodzakelijk om te roemen over wat Christus in ons leven gedaan heeft. Het tweede kenmerk van een waarachtige prediker van het Evangelie is dat hij de gehoorzaamheid aan de Here benadrukt. De prediking van Paulus had de gehoorzaamheid aan het Evangelie. ...van de heilende tot gevolg. Het evangelie is immers niet alleen een oproep aan mensen... ...om hun geloof te stellen in Christus als heiland... ...maar ook om hem als Here te gaan gehoorzamen. Dus dat volle, de volle omvang van dat woord gehoorzaamheid... ...moet je hier ook duidelijk gaan horen. De gehoorzaamheid in het evangelie behelst zowel de specifieke daad... ...van geloof, van bekering, maar ook van een navolgen van Jezus in het leven... Het Evangelie is altijd ook een oproep tot praktische gehoorzaamheid. Vandaar dat hij in Romeinen 6, vers 17 kon schrijven, u was slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Voorbeeld van de leer, paradigma van de leer, de basis, de kern van de leer van het Evangelie. Paulus kan niet duidelijker maken hoe belangrijk die leer is. Het derde kenmerk van een waarachtige prediker van het evangelie is zijn persoonlijke integriteit. Dat zien we in dit laatste met woorden en werken. Paulus heeft het evangelie aan de heilende verkondigd, zowel door woorden als door daden. Zijn leven was consistent met zijn boodschap, zonder geveinsdheid en zonder zichzelf eh, te rechtvaardigen in de ogen van anderen. Een van de grootste obstakels voor de werkzaamheid van het Evangelie is de discrepantie in het leven van een prediker tussen de boodschap die hij verkondigt en het leven dat hij leidt. Het vierde kenmerk van een prediker van het Evangelie in de apostolische tijd. En nu laat het programma me weer in de steek. Zo, dat zijn de tekenen en wonderen waarbij de. Boodschap van Paulus werd bevestigd. Nu heeft goddelijke bevestiging helemaal niet altijd wonderen nodig. En het is zeker niet een aanwijzing dat een waarachtige prediker dus ook succes moet hebben tussen aanhalingstekens. Een, een enthousiaste gemeente die helemaal wegloopt met zijn voorganger. Of um, hele uh, ritsen van bekeerlingen. Um, dat is niet uh, wat hier bedoeld wordt. Het gaat in de eerste plaats om de apostolische periode. En ten tweede gaat het om goddelijke onderschrijving, zeg maar. van de bediening van Paulus. Maar die bediening had tot doel om het Evangelie in die heidense wereld binnen te brengen. Dat lukte trouwens niet altijd. Op sommige plaatsen werd hij natuurlijk eruit gegooid, weg, gestuurd, met name als hij in de synagogen ging prediken. Dat was bepaald geen succes. Maar desalniettemin waren er tekenen en wonderen. Die deze bediening hebben bevestigd. En herinner je ook een sleutelpassage, en dat is Johannes 5, waar duidelijk wordt gemaakt dat zelfs wanneer er een wonder plaatsvindt, degene aan wie dat wonder verricht is, daar dus de verlamde in Bethesda helemaal niet tot geloof komt. En toch is uiteraard het wonder wat de heer Jezus daar verricht aan de verlamde in Bethesda een bevestiging van de aanwezigheid van Gods. Geest in hem. De kracht van de geest wordt bij elke ware verkondiging van het evangelie wel zichtbaar. Maar ik zou zeggen dat wordt zichtbaar in de zeggingskracht van de woorden, in de onweerlegbaarheid van de verkondiging, door het feit dat mensen leren verstaan dat God zelf in die prediking aan het woord komt, door het feit dat mensen beseffen dat de verwerping van die boodschap een verwerping is van God zelf. Die helderheid van het evangelie is een wonder van de Heilige Geest. Daarmee wordt het Evangelie aan het geweten van mensen bevestigd. In de apostolische tijd gebruikte God letterlijke tekenen en wonderen om de ware prediking en het ware onderwijs te bevestigen. De bediening van de apostelen werd dus door bevestigende wonderen begeleid. En daarom kan Paulus in 2 Korinthe 12 spreken over die bijzondere tekenen van eh, de apostelen en ik wil dat even noemen zodat we weer zien dat dergelijke eh, wonderen inderdaad gekoppeld zijn aan eh, het werk van de apostelen en bij gevolg ook aan eh, de aan het werk van de eerste profeten dan profeten dus in de zin van degene die inderdaad een goddelijke boodschap ontvingen wat nog kon in de tijd van het nieuwe testament en daarna houden we alleen maar de tweede betekenis van het woord profeten en profeteren over, en dat is de verkondiging van de schrift. De uitleg en verkondiging van de schrift. Net weer een beetje onderscheiden van um, het onderwijs in de schrift. Hè. Het onderwijs in de schrift geeft inzicht in Gods Woord. De verkondiging van de schrift is de toepassing van dat woord op het geweten van mensen. 2 Corinthe 12, vers 12. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en Krachten. Uh, in de herziende statenvertaling. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In al mijn volharding. In tekenen, wonderen en krachten. Uh, dus die verhard, volharding van de apostel staat voorop. En dan is er een bevestiging. Uh, van uh, Gods wegen. En dat is eigenlijk niets anders. Dan wat we lezen in. Ook weer een sleutelpassage uit Marcus 16. Ik denk dat. In ieder geval. Wat de traditie betreft. Uh, deze tekst er ook bij uh, hoort. En zij uitgegaan zijn, de predikten overal en de Heere werkten mee en bevestigden het woord door tekenen die daarop volgden. Maar deze zij, dat zijn toch wel hier uh, de apostelen. Dat is geen algemene opdracht uh, zoals in Matthäus 25, dit is de opdracht aan de apostelen. Ga maar na, uh, dat is ook de tijd dat er. Tekenen zullen volgen op de gelovigen. Um, allerlei zaken gebeuren hier, ook gezondmakingen. En uh, ja, dat is toch wel heel belangrijk om te onthouden: dat hoort bij de apostolische tijd. Die bevestiging van het woord door tekenen die daarop volgden, is een apostolische uh, tijdkenmerk. De waarheid van het Evangelie, we gaan ondertussen weer terug naar Romeinen 15. De waarheid van het Evangelie wordt in onze tijd bevestigd door het woord van God in het Nieuwe Testament, in de hele Bijbel, waarmee de Geest de waarheid van God presenteert. De kracht van het Evangelie wordt gedemonstreerd door de levens van christenen, de veranderde levens van christenen. En dat zijn niet anders dan mirakels en wonderen, bekeringen zijn wonderen. Ook in de tijd van de apostelen was het belangrijkste werk van de geest de bekering van zondaars tot heiligen. Dat gebeurde 24 uur per dag, 7 dagen per week. En die wonderen hebben een ondergeschikte rol gespeeld. Vaak alleen maar om een ingang te vinden in een dorp of stad, vaak alleen maar om um, vijandschap en weerstand te overwinnen. Het wonder van de geest blijkt steeds maar weer uit het feit dat vijanden van God nu kinderen van God worden. En dat wij in onze tijd de bijkomende wonderbare gaven van de geest verloren hebben, laat alleen maar goed zien hoe belangrijk het blijvende werk van de geest door middel van het woord is. Alle pogingen om de bijzondere wonderbare gaven van de geest uit de apostolische tijd te herstellen, dus het spreken in vreemde, in vreemde talen die je niet geleerd hebt, de genezingen, het profetische woord... Um, en alle andere, sommigen komen tot een lijst van veertien, het verrichten van wonderen enzovoort. Dat berust, die hele poging berust op onbegrip voor en minachting van eh, datgene wat ook in de apostolische tijd het voornaamste werk van de geest geweest is. Want het voornaamste werk van de geest werd niet verricht in, eh, in de vorm van openbare spektakels, maar in de innerlijkheid van mensen. Het vijfde kenmerk van een waarachtige prediker van het Evangelie is de grondigheid waarmee hij te werk gaat. En dat zit hem in deze aanduiding van Jeruzalem af en rondom tot de Lyricum toe. En heeft hij het Evangelie van Christus vervuld? Paulus heeft volledig willen doen wat God hem heeft opgedragen. Dat hield in voor hem dat hij probeerde vanuit Jeruzalem door het hele gebied van de Middellandse Zee heen het evangelie aan de heidenen te verkondigen vanuit Israël door Syrië heen langs de steden van moderne Turkije vervolgens door Macedonië en Griekenland en dan naar Illyricum zelfs toe dat is ongeveer Kroatië en dat was Paulus bedoeling ook door Italië en Spanje heen te trekken Paulus zegt in vers 19 dat hij het evangelie van Christus vervuld heeft je zou ook kunnen vertalen, volledig gepredikt heeft. Dat kan betekenen dat de prediking van Paulus altijd de volledige boodschap van het Evangelie is geweest. Of het betekent dat hij het hele geografische gebied waartoe hij was geroepen ook had doorlopen. Nou is dat niet helemaal waar, geloof ik. Want hij moest nog naar Spanje en Rome. Maar tot dan toe in ieder geval is dat helemaal correct. In Colossense 1, vers 25 heeft Paulus die eerste betekenis op het oog. Wanneer hij de uitdrukking gebruikt om het woord van God te vervullen. Dat wil zeggen om de hele wijsheid en het raadsplan van God in het Evangelie aan eh, mensen voor te stellen. Daar spreekt hij dan ook over de verborgenheid van de gemeente die nu geopenbaard is. En daar had Paulus een bijzondere opdracht voor ontvangen. Dat heet daar de beheerstaak van God die hij mocht openbaren. Hier lijkt het dan toch eerder te gaan om die tweede betekenis, namelijk dat hij het Evangelie gebracht heeft op alle plaatsen waar de Heer hem gezonden had. En eh, dat eh, hield iets heel bijzonders in, en dat horen we in onze laatste twee versen 20 en 21. En evenzo stelde ik er een eer in, zegt de HSV, om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Als je het boek Handelingen leest, dan zie je voortdurend dat Paulus zich geroepen wist om naar plaatsen te gaan waar nog niemand geweest was, om daar gemeenten te stichten die er nog niet waren. Vooral kwam hij op plaatsen waar Christus nog niet eerder genoemd was. Meer dan enig ander van de apostelen probeerde hij mensen te bereiken die nog niets van het evangelie wisten. En eigenlijk heeft hij daarmee dus het ambt van de evangelist uitgeoefend. Wij spreken dan misschien eerder over missionarissen, omdat het idee erin zit dat je naar een gebied gaat waar het evangelie nog niet geklonken heeft. Maar dit is in nieuwtestamentische taal het werk van de evangelist. Het citaat maakt duidelijk eh, voor Paulus eh, dat dit, eh, is, dit is een vers uit het Oude Testament is. wat hij helemaal eh, op zichzelf eh, toegepast eh, heeft. Eh, dus eh, er zit niet een heel bijzonder idee in dat hier sprake is van een vervulling van dat woord. Kunnen we even kort kijken naar de context daarvan? Het is een citaat uit de Septuaginta wat we daar hebben, uit Jezaja 52. Belangrijk gedeelte, een opmaat van uh, hoofdstuk 53 over de knecht. En uh, hier vinden we dat citaat in vers 15. De welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Uh, en dat is in verband met de missie van de messias om. Het woord aan de heidenen te brengen. En de apostel, als een zaakgelastigde van de messias Jezus, brengt dus deze boodschap naar de heidenen toe. Het is hun niet verkondigd eerder, maar zij zullen het zien. En die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Zo komt het Evangelie uiteindelijk ook bij de heidenen terecht. Dat was het dan voor deze week, Romeinen 15, vers 14 tot en met 21. De volgende week, zo de Heere wil en wij leven, vers 22 tot en met 29. Dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer. En de Heere bevolen.